oud verhaal een nieuw begin. Het is een beetje wat Charlotte in het begin zingt, hè? Het is een oeroud verhaal. Wat heel erg gaat over de clash tussen generaties. Het gaat over vrouwen, dus een beetje gaat over vrouwen. En het is de jongere vrouw tegenover de oudere vrouw. En ik wou het heel graag hebben over wat je als oudere vrouw nog kan in dit leven. Om de hoofdrollen, dus Stiefmoeder en Sneeuwwitje, te dubbelen. Omdat ik het allebei even belangrijk vind. Dus dat ik wil dat er en goed gezongen wordt en goed gedanst wordt. En als je dat allemaal tegelijk wil doen, dan heb je of geen adem voor de dans of je hebt geen adem voor de zang. En in dit geval kunnen ze dus elkaar aanvullen en krijg je van twee één personage. Wat dus heel groot wordt dan en wat dan staat voor het archetype vrouw. In de eerste helft checken is dat de stiefmoeder hartstikke leuk is. En dat Sneeuwwitje in het begin een lief, leuk jong meisje is. En als ze puber wordt, wordt ze verschrikkelijk. En volgens mij is dat ook in de wereld waarin wij nu leven, dat die pubers echt kunnen terroriseren. Dat is volgens mij van dit tijdperk waar wij nu in zijn. Dat er zo'n ontzettende pleidooi voor de jeugd is in onze wereld om ons heen. Dat dat altijd goed is en dat de ouderdom eigenlijk echt niet cool en gewoon ook niet goed verkoopt. Daar ben ik natuurlijk uiteraard zeer op tegen. Want ik denk dat er een hoop te halen valt in ouder en meer perspectief en meer ervaring. En dat dat best wel cool en ook zelfs sexy kan zijn. Ik dank je voor het compliment. Ik heb voor deze stiefmoeders gekozen. Dat was best een lang proces. Ik heb echt flinke audities gedaan voor de zangeres. En ik heb uiteindelijk Joanne gekozen omdat zij echt een waanzinnige stem heeft. En omdat zij, zoals het heet, kan grooven. En dat is voor dans fijn, want als zij zingt, beweeg je. Andrea wist ik onmiddellijk dat ik die daarvoor wilde hebben. Ik werk al heel lang met Andrea. En Andrea is ondertussen natuurlijk 47 en danst nog steeds de sterren van de hemel. En ik vind het fenomenaal wat zij hier neerzet. Want ik voel de ouderdom, maar ik voel ook de kracht. Dus dat pleidooi probeer ik te houden. Maar op het moment dat die stiefmoeder haar dood wil, ja, dan kan ik niks meer doen. Dan is ze verschrikkelijk. En dan kan ik hoogstens nog laten zien dat Sneeuwwitje eigenlijk heel dom en heel naïef is. En dus als ze geen hulp had gehad, al drie keer dood was geweest. Voor de Sneeuwwitjes heb ik gekozen voor een zangeres, Charlotte, die wou zo ontzettend graag. Ze zingt fantastisch, maar je voelt ook overal onder van ik wil dit. En voor de dans, Veden is echt een zeldzame combinatie van urban en modern. Heeft een ontzettende hardheid, een ontzettende streetwiseheid, wat je helemaal niet ziet in die mooie blonde gestalte. Er zit een soort van staal in, wat ik denk dat die Sneeuwwitje nodig heeft om haar weg te trekken alleen maar van het lief en het mooi en dat ongevaarlijk dus. Want ze is in dit geval wel gevaarlijk. Ik hou ontzettend van brekers en ik zoek al heel lang naar een manier om ze zonder hun ego in een voorstelling te krijgen. En toen dacht ik, als ze nou kabouter worden, dan moeten ze in ieder geval de helft van hun ego weglaten. En dan kan ik een beetje met ze spelen, met hun theaterpersoonlijkheid. En kan ik ze in een context plaatsen van iets wat grappig is en humoristisch. En kan ik dat combineren met hun virtuositeit. Ja, dan heb ik een groter pakketje dan wat ik meestal zie bij brekers.
Ja? Fire and roll. Ja, neem je tijd. En rustig. En als je naar beneden gaat, ga weer omhoog. Ik wil participatie bij deze voorstelling, maar om te zorgen dat je connecties hebt in die stad. Dat er mensen zijn die je al ingewijd hebt in je stuk. En ik vind het heel mooi om jongeren te zien dansen op een toneel met professionele dansers. Als je dat samen ziet, dan voelen de mensen in de zaal van, wacht even, kan ik daar dus ook staan. Het gaat over mij wat daar gebeurt. Dus die brug maak je dan. Ja, de leerlingen waren echt aan het stralen. Die waren echt, die hadden zoveel plezier. Ze hebben echt ontzettend goede voorbereiding gehad. Dat merkte je echt. Ze precies wisten wat ze moesten doen. Maar dat je echt ook merkt dat stukje podiumliefde gewoon even helemaal gekweekt wordt. Ja, echt, echt top. 5, 6, 7 en... Nou, bij Snow White is het eigenlijk zo. Wij gaan, er is een heel docententeam vanuit AYA. Met dansworkshops langs scholen gaan. Dus dan krijgen verschillende klassen krijgen gewoon een dansworkshop, de hele klas. Daarna zeggen we na afloop, nou ja, als je dit heel erg leuk vindt, bij Snow White heb je de eenmalige kans om zelf mee te doen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, mag je een auditie meedoen. Als jij kan laten zien, goh, ik vind het echt heel tof om te doen en ik wil het heel graag, dan dat zoeken wij ook. Dan krijgt iedereen een duet aangeleerd, dus dat dansen ze dan later met één breaker samen. En twee groepsdansen. Dat is echt 3 dagen even stomen. En dan uiteindelijk hebben ze een repetitie in het theater zelf, met de breakers, met de dansen samen. En dan gaan ze knallen die avond. Ja. Wat hier heel speciaal is dat die jongeren het echt van binnenuit meemaken. En ze hebben eigenlijk een mini-kijkje in het leven van een danser. Dus repeteren, herhalen, als je iets niet kan, vragen, nog een keer oefenen. En dan uiteindelijk, als je het hebt, dan ga je dan weer het podium op met de zenuwen die daarbij horen. En uiteindelijk het moment dat je op het podium staat en dat alles op zijn plek valt en jij geniet van het moment om in een voorstelling mee te dansen. Ik was eerst, we waren volgens mij eerst zenuwachtig, maar toen we erop gingen, was het heel leuk. Heel leuk. Ja, dit klinkt heel lekkerder. Ja, dat is echt, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar... Nee, zo vet. Kijk, gaat hij naar boven? Oh, zo groot. Wat? Mag het? Mag ze op podium? Ze denken, oh ja, breakdance. En dat is wat een beetje meer in hun belevingswereld. Maar ze komen natuurlijk in een heel danstheaterstuk terecht. Met zangers, met mensen die de techniek doen. Met ook een moderne danseres. En ze worden daar eigenlijk wel een beetje dat wereldje ingegooid. En ja, dat zijn allemaal professionele mensen. Dus ze zien ook hoe die te werk gaan. En... dat is iets wat uiteindelijk ook een beetje nog een extra verrassing is. Waar ze waarschijnlijk geen rekening mee hebben gehouden, maar wat denk ik wel goud waard is om een keer mee te maken. En voor de mensen daaromheen, zoals de school, de docenten, vrienden, familie, die worden ook erbij betrokken, want die zien iemand die ze van dichtbij kennen op het podium. En dat zijn soms ook mensen die voor de rest nooit naar het theater gaan. En nu via, ja, ook van binnenuit eigenlijk mee deel van zijn. Ik vond dat ze het heel erg goed deden. Ik heb ze bezig gezien op een manier waarop ik ze eigenlijk nooit zie. De leerlingen waren heel bewegelijk, ze deden goed mee. En vooral heel knap vind ik dat ze voor hun eigen leeftijdsgenoten, voor hun eigen publiek speelden. Dat is dan heel erg moeilijk. Nou, dat zag ik dus eigenlijk bij deze leerlingen. Vond ik dat ze dat heel erg goed deden, voor hun eigen publiek spelen. Als ik open ben, ik vrij. Als ik open ben, ik blij. Als ik open ben, ik blij.
zangparticipatie in, omdat er natuurlijk zang in de voorstelling zit. En het natuurlijk voor ons mensen heel fijn is om mee te zingen. Hier de uitdaging om de dans net zo gelijkwaardig te maken aan de zang. Want de zang gaat natuurlijk veel makkelijker. De muziek gaat gelijk je oor in, dat kan je niet dicht doen. En dans gaat via je ogen en dat moet dan naar je hart, dat duurt even. En dat was voor mij de uitdaging om dat bij elkaar te brengen. Ik probeer altijd disciplines te combineren, in dit geval dus heel ruim. En ik probeer het altijd toch te hebben over waar jongeren mee bezig zijn op dit moment in hun leven. En op het moment dat het snel een beetje verandert in een puber, dan voel je ook zo'n hele zaal voelen van, oh, dit gaat over mij. Ik denk dat het daardoor heel erg een Aya-voorstelling is. Hem helemaal fantastisch. Ja, hij was echt, hij knetterde en hij knalde en hij ontroerde en je werd er echt heel voorzichtig, langzaam in meegenomen, maar wel heel, heel overdonderend. Ja. Die dans was heel mooi en heel precies en heel mooi. Oh, ik wil hier niet weg. Geweldig. Kon je het leuk om te doen? Ja, dat nog een keer doen. Ja, dat is een leuke ervaring. Ja, nee. Ja. Je moet gewoon nog een keer zoiets doen. Ja, nog een keer. Nu wil ik water drinken. Thank you.